We zien hier parkeergarage P2. En dat is ook de plek waar de nieuwe terminal komt. Nou, zoals je kan zien komt de terminal echt midden op Schiphol te staan. En wat natuurlijk een enorme logistieke operatie gaat worden om die terminal te bouwen. En zodanig dat het verkeer gewoon door kan gaan. Schiphol groeit, heeft meer capaciteit nodig. Op Schiphol Centrum is heel erg weinig plek. We zijn eigenlijk een postzegel aan het herinrichten. En ja, dit is eigenlijk de enige plek waar we de terminal nog kunnen positioneren. De gevolgen van het verdwijnen van P2 zijn natuurlijk enorm. Dus er is samen met de bezoekers een plan gemaakt hoe we toch voldoende parkeerplekken kunnen realiseren op Schiphol Centrum. Een van de veranderingen is dat je vanaf 1 oktober tot 48 uur kan parkeren op P1. En dat is handig als je mensen gaat afhalen of gaat wegbrengen of zelf een korte reis gaat ondernemen. En het wordt op de bord ook duidelijk aangegeven, parkeren 0 tot 48 uur en dan kom je in P1 uit. Als je 3 dagen of langer wil parkeren, dan parkeer je op P3 lang parkeren. Of als je dicht bij de terminal wil parkeren, dan parkeer je bij P6 Valley. We staan hier op de nieuwe inkeer. Dat is een nieuwe weg die hebben we speciaal aangelegd voor mensen die uit Amsterdam komen. Via de A4 afrit Schiphol nemen en naar lang parkeren en P6 Valley moeten. Via deze nieuwe weg kom je direct bij je parkeerlocatie. De wayfinding gaat heel erg veranderen. We zijn nu al bezig om overal nieuwe borden neer te zetten. We moeten ongeveer 130 borden gaan vervangen en die borden die bevatten 2 lagen. De nieuwe bestemming die zit eronder en daaroverheen zit een tijdelijk folie waar de huidige bestemming op staat. En in de nacht van 1 oktober gaan we dus van al die panelen het folie aftrekken, zodat we in 1 keer de nieuwe situatie zichtbaar hebben. Vandaag is de nacht dat het allemaal gaat gebeuren. We gaan zo een briefing doen waarin we iedereen instrueren wat ze moeten doen vanavond. En voor jullie is het waarschijnlijk een redelijk normale dag. En voor Schiphol is dit echt heel bijzonder. Op het moment dat wij klaar zijn, dan gaat de knop om en dan gaat echt P2 dicht. En dan gaat het nieuwe parkeren in werking. Succes vanavond. We hebben al een hoop borden hebben we neergezet. Maar vandaag gaan we de laatste borden neerzetten en we gaan ook folies van de borden halen. We gaan verlichte borden aansluiten en uiteindelijk gaan we ook de nieuwe wegen in gebruik nemen, zodat we klaar zijn voor de nieuwe situatie. Het werk zit erop, het ging voorspoedig. Weinig problemen gehad. De wegen zijn nu anders. Vanaf nu is het belangrijk om de borden te volgen en niet je gevoel, want dan kom je altijd op je bestemming aan. De nieuwe terminal kan gebouwd worden, zodat we ook in de toekomst comfortabel vanaf Schiphol kunnen reizen.